يا جار بيت الله ما لك جافي، ونداء ربك ليس عنك بخافي. غذاك من نعم فأنت خدينها، وحباك جسما طافح الأعطاف. في صحة تحيا وغيرك مدنف، وإذا مرضت فإن ربك شافي. يدعوك حي على الفلاح ولم تزل تعصي، وأنت منعم متعافي. وإلى المساجد سار من في جسمه سقم وأق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس من سجلكم بس تكتين زيبا. We zijn nu in Tetouan. We gaan jullie inshallah de Koran klas laten zien. Zoals jullie weten, zat hier vroeger echt helemaal verlaten bij. Allemaal onkruid en stenen. Dit is zeg maar de buitenkant. Binnenkort zal hier ook een speeltuin plaatsvinden. Dus er komt nog speelgoed, inshallah, glijbaan. Voor de kinderen als ze pauze hebben kunnen ze spelen. Ik neem jullie even mee naar binnen. Deze muur hebben we extra gebouwd, want dit was er eerst niet. Dit hebben we allemaal extra gebouwd. Assalamu alaikum. De kindertjes zijn al binnen, die krijgen al les. Assalamu alaikum. Ben ik eerst niet delen? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ingeer. Assalamu alaikum. Ingeer. Andere, niet achter. Daar waar ik kom. Daar waar ik kom. Telefoon Zoals jullie kunnen zien, kindertjes krijgen les van aan les. Hoeveel dagen in de week, broer? Vijf dagen in de week krijgen ze kinderles. In de avond krijgen volwassenen les, toch? Nog niet, dat komt inshallah. Okay. Zoals jullie kunnen zien, krijgen ze even wat snoep van ons. Dat verdienen ze wel, toch? Tachkom. Dit is de toiletruimte, toch? Even laten zien. Subhanallah. Dit is de toiletruimte. Hier komen nog de schraden. Dat zal binnenkort gaan komen, inshallah. Hier is een toilet, hier is een toilet. Dit is ook een toilet. Dit was vroeger helemaal niks, dit was gewoon leeg. Kunnen jullie even de grote klasruimte zien? Die is ook veilig aan. Zoals jullie nog weten, zat dit echt helemaal verlaten bij in het begin. Het is echt een rotzooi hier. Troep. Hij is niet klaar, die niet deugt. Dus binnenkort krijg je hier ook kinderles, nog meer kinderen. Echt volwassenen in de avond. Dus zoals jullie nog zien, is het klein of je daar al begonnen. Over een week is het ook klaar, dan krijg ik hier ook kinderles samen. Alhamdulillah, dit zijn daden die je echt in de dunia moet pakken. Dit zijn daden waar kinderen, kleine kinderen, lessen krijgen. Volwassen mensen krijgen hier les. En subhanallah, elke volwassen persoon of kind die hier les krijgt, ja, wordt het gezien als sadaqa jariya. Dit is ook, zeg maar, gerenoveerd gebouw door een anonieme gezin die het volledig op zich heeft genomen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van hen te accepteren. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala hun rijkelijk te belonen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala hun te verblijden hoe zij deze liefde hebben verblijd. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala het accepteren als sadaqa jariya. Elke kind, elke persoon die hier les krijgt, vraagt Allah subhanahu wa ta'ala het accepteren als sadaqa jariya van deze armen gezien. En Allah, beste mensen, dit zijn de beste daden die je kan verrichten. Dit zijn sadaqa jariya die je het wereldse leven moet achterlaten. Waar ik al over kom. En ja, dit is de Koranschool, Koranklas in Tetouan. Inshallah, wanneer het af is, zullen we terugkomen, zullen er nog meer kinderen zijn. En dan laat ik jullie de beelden zien, inshallah. Ik ben heel erg vredig en blij dat we hier waren met jullie. Waar ik over kom, en blijf ons volgen, waar komen nog meer mooie projecten aan. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Assalamu alaikum, wa alaikum salam.
salam. Van Engeland, Turkije, Marokko of Japan, we helpen elkaar met een helpende hand. Somalië, Azië of Nederland, wij zijn verbonden met de islam. Ben je blij, ben je boos, heb je pijn, let ik ook voor jou, doe ik dua. Onze liefde is groot en verlies je de hoop, dan sta ik voor je klaar.